De Bond van Personeel van de NV Luchthavenbeheer is opgeroepen door de Bemiddelingsraad voor Geheel Suriname, BR. Onze nieuwsdienst probeerde in contact te komen met voorzitter Lloyd Reed, maar kreeg hem niet te spreken. Tegenover Star News verklaarde Reed dat zij afspraken willen over een goede betalingsregeling en dat zij als bond niet de bemiddeling heeft ingeroepen van de Bemiddelingsraad. Onze nieuwsdienst was gisteren op locatie en sprak met de gebelgde werknemers. Shiraida van der Klaus, medewerker van Luchthaven Security, is niet te spreken over de behandeling die het personeel krijgt vanuit de directie. En het ergste van de zaak is, mensen, jullie moeten me zeggen, even mee, Joko. We kunnen niet eens naar een bank gaan om een lening te nemen. En nevroko. Snapt u? Want men tekent niet meer. Het ergste van de zaak is garantiebrieven zelf. Afgeschaft. Als je kiespijn hebt, mevrouw, je gaat 350 en 500 SRD staan betalen om je kies uit te trekken. Waarvoor betaal ik dan PZS? Waarmee is de directeur bezig? En als Vijay Chot kan luisteren, ik, Shiraida van der Klaus, zeg, als je een man bent, kom je naar Luchthavenbeheer en dan kom je praten met je medewerkers. We zijn het zat. We zijn het zat. We gaan het niet meer accepteren. We gaan het niet meer accepteren. We gaan het niet meer accepteren. We zijn het echt zat. Want op een gegeven moment denk je van de bond en de directie, die spelen onder één hoed. Maar als je het nagaat, de manier zoals men komt en men vertelt jou, toch dat zie je zeggen van nee, deze mensen worden als kleinkinderen behandeld. Roberto Lindveld, hoofd voorlichting van NV Luchthavenbeheer, sprak namens de directie zijn verbazing uit over het door de bond gekozen pad. Het is niet dat er onwil is, maar het is gewoon momenteel onkan. Het bedrijf kan het niet dragen. En partijen, die waren nog on speaking terms. Dus verbaast het ook de directie dat er voor dit model gekozen is om in actie te gaan. Maar goed, we denken dat de zaak niet zo uitgevochten moet worden in de media. Ik denk dat sowieso de directie open staat voor verdere communicatie met de bond, dialoog. En ik denk dat we het moment we weer op dat punt beland zijn, de media meer zal weten over hoe deze situatie zich verder zal voltrekken. Roberto Lindveld, hoofdvoorlichting NV Luchthavenbeheer. De directie van het bedrijf was verbaasd dat de bond zo'n abrupte actie heeft gekozen. Intussen begrijpt onze nieuwsdienst dat de bond is uitgenodigd door de Bemiddelingsraad en aan hun het verzoek is gedaan de acties op te schorten.